kut corona ook echt. Die kut corona, jongen, echt. Zijn er Chinezen in Seoul? Nee, geen Chinezen. Niet dat ik wil gaan stigmatiseren, maar een klein beetje. Dus, ja. En best wel raar eigenlijk dat er geen Chinezen zijn. Weet je hoeveel Chinezen er zijn? Er zijn echt heel veel Chinezen. En je ziet ze bijna nooit, hè? Ja, heel af en toe zie je een echte Chinees. Moet je heel snel zijn, want dan gaat de luikje alweer naar beneden. Nee, niks over Chinees. Weet je, ja, het komt toch uit China, hè, die corona. En ja, normaal gaat zo'n Chinees product niet zo lang mee, maar dit duurt toch wel een tijdje. En waar ik bang voor ben, is dat diegene die daar verantwoordelijk is, hè, voor is, die Chinees, die zullen we nooit te pakken krijgen, want ze lijken best wel op elkaar. En dat is stigmatiserend. En sorry, maar ik had laatst ik heb een Chinese vriend, een hele goede vriend van mij, Ling heet hij. En ik had laatst een hele discussie met Ling. Ik zeg, weet je, Ling, weet je wat het is met jullie Chinezen? Jullie lijken allemaal zo op elkaar. Nou, Ling helemaal boos. Wat bleek nou? Was Ling helemaal niet.